Diep in de mond. Diep in de mond. Hallo! Hey! Hey!
Goedemorgen Gerry. Inderdaad, ik sta hier inderdaad op de pontonbrug in het heerlijk zonnetje, zoals jullie kunnen zien. En ik heb hier bij me heb ik de majoor die verantwoordelijk is voor de pontonbrugopbouw. Ga even naar hem toe. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, u bent verantwoordelijk met uw eenheid. Vertel eens, wat is precies uw rol? Mijn rol is dat ik de kompiescommandant ben, de eenheidscommandant van de eenheid die de brug bouwt. En dat is 105 C kompie waterbouw. En dit is de 75ste keer dat de brug is opgebouwd. Maar hoe zit dat eigenlijk? Want is er elk jaar weer nieuwe technologie om zo'n brug op te bouwen? Nou, zo snel gaat het niet per jaar. Maar door de loop van jaren heen zijn er wel verschillende technieken toegepast hier. Helemaal de eerste keren hadden ze een schipbrug, dan heb je het echt over bootjes. En dan echt het type waar je aan een zeilbootje denkt. En dan met houten planken van de een naar de andere boot. En dat is heel veel werk. En door de loop van de jaren heen hebben we andere type pontons gehad, zoals we nu op staan hier, op dit museumvlot. En het nieuwste, de vouwbrug, dat is het nieuwste wat we nu gebruiken. Deze vouwbrug is dit jaar voor het eerst? Nee. Die gaat er vanaf de jaren 80 mee. Oké. En dan met hoeveel man bouwen jullie zo'n brug op? We hebben 60 Nederlanders bij en 40 Duitsers. En samen met 100 man bouwen we dus de brug. En de dingen die eromheen moeten gebeuren. Nou valt het me ieder jaar weer op dat jullie er zo'n dag als deze ook bij blijven, hè, met bootjes. Is daar een bepaalde reden voor? Ja, dat is onze standaardprocedure. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er een schip op hol slaat of een container over de Maas heen drijft. En dan moeten we noodbreken. Dan worden de motoren gestart en dan breken we de brug. Dat is een procedure die we hebben. Hier is dat minder spannend vanwege de lichte stroming. Normaal moeten de bootjes ook aanstaan om de brug op spanning te houden. U noemt de boten, hè, die hier langskomen. Want normaal komen hier boten langs. Waar gaan die dan nu naartoe? Nou, die liggen hier nu te wachten, een eindje aan beide zijden van de brug. Maar het heeft ook in de scheepscourant gestaan. Dus er is wel gecommuniceerd van, hey, op deze vrijdag is het dicht van 7 tot 3 uur 's middags. En dat betekent dus wachten of goed plannen. En straks als we open gaan rond een uur of 3, dan is ook een file van schepen die hier doorheen komen zetten. Want dan moet het geld verdiend worden. Nou had ik begrepen, volgend jaar komt er een fietsbrug. Betekent dat dit het laatste jaar is van deze pontonbrug? Ik heb gehoord dat er ergens bij een of andere spoorbrug een fietsbrug komt, dat klopt. Maar wat mij betreft is het absoluut niet het laatste jaar. Maar we gaan zo op door naar de 100. Want naast dat het natuurlijk mooi is voor de wandelaars, is het voor ons zo'n goede training. En het moment waar ik heel de eenheid bij elkaar kan hebben, ik heb allerlei elementen in de eenheid, duikers, ze gaan over heel de wereld. En dit is wel een week dat we met z'n allen, of een week, ik zeg eigenlijk een week, maar het zijn 3 dagen, dat we hier met z'n allen bij elkaar weer zijn voor een stukje saamhorigheid. Nou, geweldig. Die samenhorigheid is hier ook heel goed te voelen, hoor. Uitstekend. Ik wil u alvast bedanken ook, want dat krijgt u waarschijnlijk veel bedanken, dat u elk jaar hier voor ons er bent. Nou, graag gedaan. Met veel plezier. Okay. Goed, terug naar de studio. Die pontonbrug die staat als een dijk en we gaan ervan genieten vandaag.
Van mij dan de beugel. Ja.
Kijk eens aan.
Ik sta in een zonovergoten pontonbrug en het is hier druk. Het wordt alsmaar drukker. En ik ga even kijken of ik mee kan lopen met iemand die hier net de pontonbrug opkomt. Nou, je zult het zien. Het is net rustig geworden. Maar dat maakt niet uit. Ja, daar komt de meneer die zichzelf ook nog even op het plaatje zet. Hallo meneer. Goeiedag. U loopt mee, dat ja. Zie ik. En niet zo'n beetje ook, want u filmt het ook. U filmt de pontonbrug. Ik wil over de pontonbrug gaan. En ja. Hoe belangrijk is die dan voor u? Ja, niet zo belangrijk, maar ik vind het wel leuk dat ik er overheen loop. Ja, ik vind het wel leuk dat ik er overheen loop. Welke kilo, welk afstand loopt u? 50. Loopt u maar mee hoor, wij lopen met u mee. Ja. De 50. De 50, ja. En hoe is het gegaan de afgelopen 4 dagen? Super. Heel goed gegaan. Alles ging voorspoedig. Niks ging blaren, dus het ging... Perfect. U loopt ook alleen, zie ik. Ik loop alleen. Als je de Nijmeegse Vierdaagse loopt, kun je beter alleen lopen. Dan hoef je op niemand te wachten. Dan loopt het mooi relaxed. Je kunt met iedereen meelopen wie je maar wilt. Dus vandaar. Dus verre helemaal geen verrassingen voor u, maar nee. Het weer dan. Dat moet toch een verrassing zijn geweest. Ja, super. Super mooi weer. Ja, helemaal perfect, zoals het hoort. Mooi zonnig weer. En ik hoop dat het volgend jaar weer zo is. Dat hoop ik ook. Ja. Ik wens je nog een fijne dag. Ja. Dag. Ja, beste. Nou kijk, dat zo kan het dus ook. Helemaal geen verrassingen. Het weer gewoon super. Terug naar de studio, Maurice.
komen normaal de stieren, maar nu komen de dames. Nou, hier in Kuik is het niet alleen heel bijzonder met de lopers, maar ook de mensen die langs de kant staan. Joh, als je ziet hoe ze opdossen, soms denk ik, je wilt beter hier blijven dan doorlopen. Want u ziet er ook heel fraai uit. Dankjewel. Hoezo dat? Hoezo dat? Het is gewoon mijn stijl. Ja. En u wacht hier op iemand specifiek? Ja, op haar man met vrienden. Zelf lopen jullie niet mee? We overwegen het om het volgend jaar te doen. Meen je dat? Wist u dat al? Nee, ik niet. Nee, maar wij. Wij. Maar goed, nee. Maar u staat elk jaar wel even hier in Kuik, maar ook op andere plaatsen. Wat zijn die andere plaatsen? Nou, vorig jaar hebben we op de tribune gezeten, is ook leuk. Maar het contact met mensen is leuk als je hier dichtbij staat. De tribune is toch wel anders. Dus. Want u bent dan ook zo, als uw man langskomt, dan krijgt hij een knuffel en wat te drinken. Tuurlijk. Drink jij gladiolen? Twee gladiolen? Nu al gladiolen, straks nog meer. Geweldig zeg. Nou, ik vind de sfeer hier echt fantastisch. Ja, hoor. Leuk. Super. Dat is heel leuk. Ja. Daar gaat het om, toch? Ja. Nou, ik wens jullie een hele prettige dag verder. Zodat het vast goed komen. We hebben alle jullie ook. Jullie ook. Oké, goed. Dag. Nou, zoals je ziet, Maurice, ook bij de supporters is het gewoon feest. Terug naar de studio. Thank you.
Ja. Ja, ik sta hier aan het einde nu van de pontonbrug bij een stel dat uit Friesland komt. En ja, uit Friesland, maar dan toch hier helemaal. Nou, zo ver is dat niet. Dat lijkt altijd zo ver, hè, Friesland, maar het valt reuze mee, hoor. Maar u heeft vroeger ook zelf gelopen? We hebben vier keer de vierdaagse gelopen, maar dan 30 kilometer. Dus dan kwamen we hier dus niet langs. Dit evenement maakten wij dus niet mee. Dus we zeiden, nou, dan willen we dat dus ook van deze keer. We lopen nou niet, nou willen we echt als toeschouwers. Dus gisteren zijn we in Middelsbeek geweest, de toeschouwers aan de kijk. We zijn in Wijchen geweest. Dus en ook vandaag hier. We staan hier op een camping, dus het is makkelijk op de fiets erheen. En hoe is het hier op de camping? Ja, geweldig. Ja, en vooral deze week, hè, deze week van Kuik. We zijn dinsdagavond bij het concert geweest. En woensdag hadden we het vuurwerk. Nou, schitterend. We genieten gewoon hier. Ja. Dus het is niet zo dat u zegt van nou, als deelnemer is het leuk, maar als toeschouwer ook. Ja, ja, ja. Het is mierskip, hè, zeggen wij dan in het Fries, hè, met elkaar. Hoe zegt u dat? Mierskip. Met elkaar. Met elkaar is Mierskip. Mierskip is op het ogenblik helemaal in de ban van de stad, hè, Leeuwarden. En dat roepen ze ook allemaal van Mierskip. Dus met elkaar samen alles oppakken en gezelligheid maken. En dat proberen wij dus in Friesland, maar dat vind ik hier ook ontzettend. Geweldig, ja. Hè, die verbroedering. Ja, ja, ja. Daar moeten we toch van hebben, hè, met elkaar. Nou, wij hebben er een woord bij, Maurice. Mierskip. Dat is het wat we hier doen met de Vierdaagse. En ook met RN7, we verbinden het.
Thank you.
rekening verkeerd. De tweede keer hadden we geen vlagenbal, dus we gaven een vlagenbal. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Nee, je moet voldoende trainen en dan merk je er zelf wat wel. Ja, sommige zweren bij die tentjes sokken waar je elke sok in de harde zeen hebt. Ik ben er al bijna aan toe. We hebben tijd om te trainen, maar dat is belangrijk. Je moet het, ja, als je echt van het fysieke sporter bent, dan kun je ongetraind lopen. Maar anders kan het niet over. Ja. Ja, dat is nog steeds een hele. Aan de andere kant is het. Oh ja, absoluut. Nou, dat heb je heel goed begrepen, Maurice. Het is inderdaad iets met honden, niet zomaar honden. Het gaat over de PTSS-hulphonden. Ik sta hier bij de heer Remy en u bent daarvan, hè, van die organisatie. Dat klopt. Ik probeer dus mensen te chatteren die zowel de sponsors zoeken, zoeken wij dus, en ook gastgezinnen, om nog meer honden te kunnen opleiden. Een PTSS-hulphond, wat is dat voor een soort hond? Een hond is die opgeleid wordt voor mensen die overspannen zijn geraakt, op uitzendingen militairen zijn geweest, dus de veteranen. Er zijn ook heel veel honden voor nodig. Politiemensen, brandweermensen, EHBO. Die maken ook dag en nacht dingen mee waar wij niet kunnen aanzien. Maar ze moeten er toch naartoe. En deze mensen zitten ook verlegen om zijn hond. En daarom is er heel veel geld nodig. Wat kan zo'n hond voor je betekenen dan? Ik bedoel, hij is bij je aanwezig overdag. Maar wat doet hij dan eigenlijk met je? Voor je? Die hond die voelt dingen aan die wij zelf niet kunnen beoordelen of kunnen bepraten. Als er bijvoorbeeld iemand in een bepaalde ruimte is, wat die angstig wordt, of in de winkel, dan probeert die hond hem door aan hem te trekken naar buiten, dat hij in een rustige omgeving komt en dat hij ook weer rustig wordt. Want u zegt ook, honden doen wat dat betreft dingen die mensen eigenlijk niet kunnen. Ja, dat klopt. Die sporen dingen op die wij dus zo niet bij kunnen met ons verstand, laat ik het zo stellen. Ja. Deze mensen die last hebben van deze trauma, komen die er wel weer van af? Er zijn een groot aantal mensen die er vanaf komen als er maar bij tijd wordt ingehaakt op de klachten die ze hebben. Er zijn er een hele partij, wij vieren vandaag allemaal hier vierdaags en feest. Maar er zijn er ook een hoop die vannacht niet geslapen hebben, ook andere nachten niet. En we moeten met ons allen proberen deze mensen weer een normaal leven te geven. Dat ze ook weer kunnen lachen. En ook weer kunnen slapen. Geweldig. Ik vind het geweldig dat u dit werk doet. En laat het een oproep zijn aan iedereen om te helpen. Ja. Om deze honden ook te onderhouden. Ja. Ja, lieve mensen die dit vandaag allemaal horen. U ziet hier de vierdaags. Iedereen lacht. De muziek speelt. Laten we allemaal ons eigen inzetten voor deze mensen. Probeer te doneren. Mocht u bereid zijn om als gastgezin op te treden met de weekenden wanneer er geen cursussen aan de honden worden gegeven, geeft u alsjeblieft uw eigen op. U lacht naar die tijd ervan als u dit zelf hebt meegemaakt. Dank u wel voor deze bijdrage. Nee, bedankt. Dank u wel, Maurice. Terug naar de studio. Thank you.
Nou, Ries, het is hier bijzonder, want ik loop hier met een meneer en die is nogal fraai gekleed. U heeft een rokje aan. Ja. Dat hoort er een beetje bij, hè. We proberen toch de mensen een beetje te vermaken. Zij proberen van ons te genieten en andersom proberen wat terug te doen op die manier dus. Op die manier. Ja. En ook mooi opgedost met oranje hoedje en oranje bril. Ja, we hebben geprobeerd het hele pakket een beetje te verzamelen. En dat trekken we dan aan. Elk jaar breiden we dat een beetje uit, dus het is wel leuk. Oh, ja, super, want u ziet er niet elke dag zo uit. Ik heb wel andere werkkleding, ja. Ja, dat dan toch wel. Nee, dit wordt gewassen en dat gaat de kast in en komt er volgend jaar weer uit. Ja. Het valt me op dat u opvallend fris bent. U voelt zich gewoon geweldig. Je wordt gedragen. Het is één groot feest. En als je veel loopt en je loopt makkelijk en het is in de natuur, het is mooi weer. Wat moet je nog meer, hè? Gewoon genieten. Gewoon genieten. Hoe lang is het nog? Nog maar 14 kilometer en dan is het weer over. 14 kilometer? Dan moeten we weer een jaar wachten. Oh. Ja. Eigenlijk ben ik wel een beetje verdrietig aan het worden, het laatste stukje. Doe maar niet. Nee. Doen we nog op 14 kilometer echt 100% eruit knallen. We gaan nog even gewoon genieten. Okay. Komt helemaal goed. Nou, je ziet er prachtig uit. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Nou, terug naar de studio. Okay. Zo kan die dan ook. We gaan even de achterkant van u bekijken, meneer.
Nou, dat is hem dan, hè? Dag. Oh, yeah.
Ja. Zeg, zeg, zeg. Wat is dit, zeg? Riverplas. Ja, dat is inderdaad. U heeft gezwommen. U bent niet de pontonbrug overgelopen. 3 jaar geleden was onze dochter in Afghanistan. Er kwam de politieboot achter me aan en zei, wat moet dat hier? Ik zei, River Crossing. Ik zei, ja, maar als ik zei, als vanavond mijn dochter belt uit Afghanistan, dan heeft haar papi een mooi verhaal. Ik zei, het onderdeel is het. Dan zei, we de marine. Dan zei, ga naar me door, groet mijn dochter. Fantastisch, dus u dacht, ik ga het doen. En dus de afgelopen 3 jaar zwemt u dus hier? Nee, vorig jaar heb ik wat anders gedaan. Ja. Vorig jaar heb ik een soldaat. We hebben het moed ingesproken. Een Canadese soldaat die wilde bij graven uitvallen. Ik zei, jongen, dat kan niet. Jouw leger heeft ons, Nederland, vroeger bevrijd. En nou kan jij niet uitvallen. Ga door, we zijn nog altijd grateful for the freedom you gave to us. Ik zei, nou kun jij morgen, als je geen medaille op je uniform hebt, dan schaam je morgen al. Maar ik kreeg hem eindelijk weer omhoog. En toen keek ik achterom, we waren vrienden geworden. Vrienden voor het leven, maar we hebben elkaar nooit weer gezien. En toen was ik bijna bij graven, die brug die vorig jaar kapot was. En toen dacht ik, ja, God bless you. Ah, fantastisch, fantastisch. Nou, dat staat in het nieuwe boek. Wat nou net van de toonbank rolt. Precies. Van de mooiste. En dan moet je eens kijken, die oude Gimler uit Friesland, die Canadese soldaat weer aankettende. Geweldig. Nou, ik wens u een hele fijne dag. Nog 14 kilometer te gaan. En dat is verder lopend? Ja, maar ja. Ik bedank u voor uw vriendelijkheid. Oké, goed. Nou, zo kan het dus ook, hè. Zwemmend. Klein stukje, maar wel heel bijzonder. Voor zijn dochter uit Afghanistan. Terug naar de studio. Rise again! Burn it! Burn it! Burn it! Burn it!
Ja, je mag zeker zwemmen, zeker als je de enige bent die het doet voor je dochter in Afghanistan. Maar ik ben hier nu met een team uit Zwitserland. En ik ben hier met Fanny. Ja, dat is een bijzondere taak heute. Ja, genau. Hello. Yes, today I'm 21 years old. 21 years old. Ik sta hier bij Fanny uit het Zwitserse team en zij is vandaag 21 jaar jong geworden. We say years young instead of old. So, and this is how many times did you walk this walk? Yes, it's the second time I'm here. And but I still discover things. It's always cool to come again because we meet lots of people and it's always different. Ja, Fanny zegt het is heel gek, want het is haar tweede keer. Maar ze heeft dit keer weer andere dingen ontdekt, want het is gewoon elke keer weer anders. Je ontmoet andere mensen ook. Het is fantastisch. And so you are here with a team of how many people? Okay, the Swiss delegation have 214 people and he marching to the 16 times here in Nijmegen, de 4 days, and it's a great fest, fantastic. Ja, nou, weet je, ze zijn met 240 leden hier van het Zwitserse leger en dat delen ze dan op in teams van ongeveer 20 teams bij elkaar en ze lopen dus hier voor de 60ste keer, hè, de 60ste keer de Nijmeegse Vierdaagse en ze vinden het hier echt fantastisch. So Fanny, this morning when you woke up, what did your people do in the team? What did they do? You woke up. Me? It began with I was walking in the camp, Emmensdorf, and suddenly I hear someone whistling, and I turn and I he was saying to me, "Hey, it's your birthday," and then. We walk and they put this on me. Yes. They sing in the bar, yeah. And everybody know that it's my birthday. Everybody is singing and yeah, it's crazy there. Yeah. Awesome. Great. Nou, ze vertelt vanochtend, ze werd wakker en ze dacht, hey, ik ben eigenlijk wel jarig. En inderdaad, hè, iemand begon te fluiten en ze draaide zich om en het hele peloton heeft voor haar gezongen Happy Birthday. Dus het is vandaag niet alleen de laatste dag, het is niet alleen hartstikke warm hier en maar het is ook gewoon van sommige mensen hun verjaardag. 21 jaar jong en het Zwitserse peloton voor de 60ste keer mee in de Vierdaagse. Over naar jou, Maurice.
Thank you.
Nou, weet je, het is inderdaad zo. Ik kom, moet ik zeggen, veel mensen tegen die gewoon ja, best wel ervoor gaan de komende 14 kilometer. Die ook niet zeggen van nou, ik denk dat ik het niet ga halen. Maar ze hebben ook wel flink getraind. Ook zo het stel waar ik nu bij sta. U heeft flink getraind, zegt u? 360 kilometer. Wauw, en we hadden het net even over de hitte. En u vertelde mij dat u daar eigenlijk niet zoveel last van heeft. Nee, want het is de afgelopen tijd warm geweest, dus we hebben geen last van de hitte. Ja, u zei zo mooi, we hebben in de hitte getraind. Ja, maar nou, toen ik hier net aankwam lopen, toen was u net bezig nieuwe sokken aan te trekken? Ja, ik heb al een reserve sokken bij me, een beetje voor droge voeten. Dat is tegen de blaren, hè? Ja. En toen zei ik van ja, maar dan ga je toch gewoon even naar een blarencentrum. En toen zei u iets over die blarenprikcentrum. Zei ik iets over de blaren? Ja, nou, over dat het wel langer duurt, hè? Nou ja, het is natuurlijk zo dat als je zeg maar die kousen vochtig zijn, dan krijg je dus echt blaren. Dus normaal gesproken als het vochtig buiten is en het regent, krijg je veel meer blaren. En nu denkt iedereen van de zon schijnt, dat je geen natte voeten hebt. Maar door de transpiratie krijg je dus natte voeten en natte sokken. Dan krijg je eigenlijk nog veel meer blaren. Maar zo'n prikpost, daar kan je wel af en toe een wachttijd hebben. Ik heb gehoord dat sommige mensen bij elkaar, inclusief behandeling, 3 uur hebben daar aanwezig zijn geweest. Dus die hebben flink hard moeten doorlopen om nog op tijd binnen te kunnen zijn. Pfiou, jeetje mina. En weet u, ik vraag me ook af, hè, want u zit hier ook met een waterflesje. Heeft u veel genoeg watertappunten langs de kant van de weg gevonden? Nou, ik vond het aantal tappunten minder als vorig jaar. Maar er waren mensen langs de kant die hebben altijd een tuinslang en dan kun je wat water pakken. Dus wat dat betreft heft het elkaar op. Maar ik zie alleen maar blijde gezichten. U bent er klaar voor, hè, de volgende 14 kilometer. Wat is uw volgende stop? Malden, ja. En daar heeft u ook misschien bekenden, want u loopt het voor de 11e keer. Ja, wij komen uit Malden, dus wij blijven daar nog wel heel eventjes. En dan schieten we door naar Nijmegen en dan hebben we nog een stop. En dan is het Immergrade Aus en dan hup, wedren op. Ja, het einde is in zicht, Maurice. Nou, het is echt geweldig. Zit hier lekker in de schaduw, even bij te komen. Een droog sokje erbij, een flesje water en dan weer door naar Malden. Mensen zijn er klaar voor. Terug naar jou, Maurice.